Nigel Farage moest de dag na de verkiezingen erkennen dat er niet 350 miljoen pond per week naar de gezondheidszorg zou gaan. En ik hoop dat de heer Wilders dit aan het kijken is, want hij doet altijd zoveel beloftes, nu ook weer. Impliciet zegt hij, er gaan nu miljarden naar Europa. Maar straks, ook als Nederland eruit redt, dan kunnen we dat gewoon aan de zorg besteden. Wie heeft het mis? Nigel Farage of de heer Wilders? Nou, voorzitter, ik spreek niet voor Nigel Farage. Ik ben ook niet Nigel Farage. Ik ben Geert Wilders. Ik ben de politiek leider van de PVV. En wat ik heb gezegd, en dat roep ik hier al weet ik hoe lang, is dat ik het niet begrijp dat wij in Nederland, dat hebben we gedaan, de afgelopen jaren miljarden hebben besteed aan asielzoekers, terwijl we onze eigen ouderenzorg hebben gekort. Dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. We hebben toch een paar weken geleden hier een plenair debat gehad. We hebben gezien bij de voorjaarsnota dat er voor asiel, wat is het, miljarden weer zijn bijgekomen sinds de miljoenennota van vorig jaar. Miljarden zijn bijgekomen, een debat in de voorjaarsnota, terwijl er tegelijkertijd op de zorg, op de ouderenzorg wordt gekort. En ik had dat precies andersom gedaan. Jazeker. En dat is geen belofte. Dat kan gewoon door het geld van de ene begroting van het COA weg te halen en naar de ouderenzorg te doen. En het zou u sieren als GroenLinks-politicus om dat te steunen. Maar dat doet u niet. Voorzitter, het zou de heer Wilders sieren als hij misschien bij het onderwerp blijft. Want ik stelde een vraag over de Europese begroting en het geld dat wij naar Europa sturen. En ik krijg hier een heel verhaal over het COA en de begroting van justitie. Nee, de heer Wilders doet hier alsof als we uit de Europese Unie stappen, plotseling we in het Walhalla belanden. Dat we onze eigen grenzen totaal kunnen controleren en dat er meer geld overblijft voor de ouderenzorg en voor de AOW en dat we nooit meer iets hoeven te veranderen in onze sociale zekerheid. En dat is lulkoek, om het heel onparlementair te zeggen. En ik zeg het vandaag zo hard, omdat het juist dit gedrag is dat ervoor zorgt dat het vertrouwen in Europa, maar ook in onze eigen samenleving, afneemt. U mag vinden dat we uit de Europese Unie stappen, uiteraard. En als je dat wil, dan kan het ook. De Britten laten het zien. Maar wees eerlijk over de consequenties. Je kan er misschien uitstappen, de consequenties zijn enorm. Wees daar eerlijk over. Dat, meneer Wilders, dat zou u groots maken. Dit, vrij miserig, zoals u het zelf zou zeggen.